De schapendag in Odiliapeel wordt voor de veertigste keer gehouden. Dat jubileum is een feestje waard, vindt stichting Ovilio, die aan de wieg stond van de schapendag. We zijn begonnen met de schapenkeuring. Hè. In het begin was het echt alleen maar schapen. Maar later hebben we er meer toch een, een dorpsgebeuren van gemaakt uh, om Odiliapeel uit te dragen. Waarbij een braderiek bij, bij kwam. Uh, oude ambachten kwamen daarbij. Uh, dat zijn wel uh, ja, de hoofdzaken die daarbij gekomen zijn. Ja. Wat betekent schapendag voor Odiliapeel? Nou, Schapendag voor julliepil betekent dus een soort saamhorigheid. Hè? Iets voor elkaar uh, uh, over hebben en iets met elkaar uit willen dragen. En julliepil uh, op de kaart zetten. En dat proberen we met een heel aantal vrijwilligers om dat op een hele leuke manier te doen. Nu is het de 40 keer. En dat wil zeggen dat het toch wel bijzonder is. Hoe kunnen we dat merken? Nou, we hebben dit jaar hebben we een extra feest. Op zaterdagavond uh, dan beginnen we met een feestavond. Ook voor onze vrijwilligers, maar ook voor het hele dorp. Iedereen is daar uh, welkom en, uh, en we gaan daar met uh, eigen artiesten gaan we daar muziek maken. Dus dat komt helemaal goed. En op zondag hebben we natuurlijk een aantal uh, speciale attracties uh, uh, neergezet. En we hebben nog een verrassing die we nog helemaal niet uh, bekend maken. Dat doen we echt op de dag zelf. Is de 40 ste schapendag meteen ook de laatste schapendag? Nou, we hopen zeker van niet. We gaan ervan uit dat we na het 50e jaar uh, op weg gaan en dat we ja, Schapendag in stand kunnen houden. Uh, ja, en wellicht zal er in de toekomst nog wat, wat veranderingen in, uh, in komen. Maar we gaan er zeker van uit dat we weer een dag voor het hele gezin uh, blijven organiseren. In welke richting denken jullie als jullie aan de toekomst denken? Dan denken we zeker aan uh, doorgaan met de attracties, maar zeker ook met de oude ambachten. Dat is toch uh, vanuit de historie uh, ja, belangrijk, ook voor ons dorp, maar zeker ook voor de toekomst. Om aan te geven dat ja, voeding en dieren, uh, het ligt toch allemaal dicht bij elkaar. En zeker in de, in de, eh, zeg maar op scholen ja, leert men wel eh, wat, wat schapen en wat biggetjes en wat kuikens en, en, en kippen zijn. Maar ja, wat er nou precies eigenlijk eh, hun leefomgeving, ja, die, die horen ze daar maar weinig van. En dit biedt de mogelijkheid dat mensen toch kennis maken met de dieren eh, zoals ze zijn. Nu is het ook gebruikelijk dat de schapendag altijd geopend wordt door een eregast. Wie is dat dit jaar? Dat is de heer Van Nistelrooy, dat is degene die door het CDA is afgevaardigd naar de Europese Commissie, dus in feite gekozen is in het Europees Parlement.